Hallo allemaal, welkom hier bij CBK Zuidoost. Vandaag gaan we een online tour maken over de expositie Rooted Uprooted, Sense of Place, hier dus in Amsterdam Zuidoost. Over deze expositie Rooted Uprooted, daar doen 10 kunstenaars aan mee en we gaan hun werk dus ook zien zometeen. En zij hebben in hun werk de thema's migratie, culturele hybriditeit, diaspora, worteling en ontworteling hebben zij verwerkt. En ze laten ook zien middels hun werk hoe die thema's zeg maar hen heeft beïnvloed. Rooted Uprooted is een initiatief, of is eigenlijk een onderdeel van het initiatief Refresh Amsterdam van het Amsterdam Museum. Een tweejaarlijks initiatief waar dus verschillende partnerinstellingen aan meedoen. Zoals wij dus, het CBK Zuidoost, maar ook OSCAM, Compagnie Theater, Sexyland, de Black Archives en zo zijn er volgens mij nog een aantal andere. Dat vinden wij natuurlijk ontzettend leuk. En wij doen dus nu mee met de eerste editie Sense of Place. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben en enjoy zou ik zeggen. Het werk dat we hier zien is van kunstenaar Arabi Koria, een Nederlands-Syrische beeldend kunstenaar uit Utrecht. In 2015 studeerde hij af aan de opleiding Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de HKU. Hij maakt vooral met olieverf beschilderde tableaus van onder andere badkamertegels. In 2015 won hij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt door koning Willem-Alexander voor het tegeltableau Homs, een verwijzing naar de Syrische stad Homs. In zijn recente werk wisselen figuratie en abstractie elkaar af, waarmee hij het onbegrip van deze tijd wil uitdrukken. De tegeltableaus die hij schildert zijn geïnspireerd op eeuwenoude keramische tegels uit Damascus, waarin hij, bewust en onbewust, zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit verwerkt. Speciaal voor deze expositie maakte Koria driedimensionaal werk, waarbij hij zich wederom laat inspireren door een ambacht uit zijn geboorteland, de houtmozaïek, een van de unieke en onderscheidende erfgoedambachten in Syrië en het Midden-Oosten. Daarnaast zijn in dit nieuwe werk ook de invloeden van de sculpturen van de Britse kunstenaar Thomas Housgoe aanwezig. Waar de Syrische houtmozaïeken heel nauwkeurig en netjes zijn afgewerkt, zijn de mozaïeken van Koria veel rauwer opeengestapeld. Tjalin, leuk dat je er bent, dat je hierbij kan zijn bij deze online tour. We staan hier ook voor jouw werk. En jij bent een van de deelnemende kunstenaars, hè, van de expositie Rooted Uprooted, Sense of Place, hier in CBK Zuidoost. Mm-hmm. Als eerste vraag heb ik voor jou, is dit eigenlijk nieuw werk of bestaand werk? Dit is bestaand werk. Mm-hmm. Aan de andere kant is er wat recenter werk. Hoe ik zeg maar in relatie sta tot dat thema is denk ik, mijn werk ontstaat heel erg vanuit eigenlijk wel een beetje mijn achtergrond ook. Niet per se bewust, maar het is wel ontstaan, want ik heb in het begin, voordat ik ging tekenen, heb ik een modeopleiding gedaan. Okay. En toen besefte ik me eigenlijk dat ik in mijn opvoeding heel erg materialistisch ben opgevoed. Mijn ouders zijn Chinees. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk, ze kennen een communistisch verleden en daardoor merkte ik dat ze heel erg vasthouden aan materie. Dus ook laten zien dat je succesvol bent en dat merkte ik ook heel erg in mijn opvoeding. En toen ben ik in mijn werk juist meer, eigenlijk eerst persoonlijk, meer op zoek gegaan naar een andere vorm van het geluk dan vinden. Of wat het, ja, wat leven eigenlijk leven maakt. Yeah. Of wat het belangrijk maakt. En toen ben ik juist op zoek gegaan naar in dingen die juist niet materieel zijn, dus meer spiritueel en ja, het zoeken eigenlijk in je bewustzijn naar andere antwoorden. Kan je ook voor ons definiëren wat thuis voor jou dan betekent? Ja, ik denk dat het altijd wel verandert. Hmm. Het ligt er ook aan waar je bent, met wie je bent. Bijvoorbeeld met andere Chinese ben die zeg maar ook de taal spreken en echt meer verbinding hebben met de Chinese cultuur, voel ik me minder thuis. Terwijl het wel dan mensen zijn uit dezelfde cultuur als ik, ja. Bijvoorbeeld. Mag ik vragen waar je woont? Ja, sinds kort woon ik in Apkoude. Oké. En dat is wel grappig, want ja. Ik woon op een boerderij nu en daar ja. Voel ik me dus heel erg thuis in de natuur, maar tegelijkertijd heel erg niet thuis, omdat ik er heel erg opval daar. Want ik woonde daarvoor in Rotterdam en daar blende ik gewoon in
in de stad, omdat het natuurlijk een super multiculturele stad is. Ja. En ik denk dat het meer mijn perceptie is van hoe ik dan mijn omgeving ervaar. En dan heb ik wel het gevoel dat ik meer opval, maar dat kan ook... Ja, dat is natuurlijk ook logisch, want ik zie er ook anders uit. Ja. In hoeverre heeft jouw achtergrond, zeg maar, jou echt beïnvloed in jouw werk? Zie je dat ook echt expliciet terug? Nou, ik denk, ja, we kunnen wel naar de andere kant. Ja, kunnen we het even zien. Ook. Wat ik wel vaak hoor van mensen is dat ze kunnen zien dat ik Aziatisch ben door de stijl van tekenen. Ja. Omdat het zo gedetailleerd is. Mm-hmm. Dus misschien in die zin. Maar ik denk niet dat ik daar heel erg bewust mee bezig ben, hoe mijn roots terugkomen in mijn werk. Mm-hmm. Ik heb een project in het Amsterdam Museum hangen. Daar is het specifiek, gaat dat over mijn roots en mijn geschiedenis van mijn familie. Ja. Maar in mijn andere werk ben ik daar niet per se per definitie mee bezig. Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over een van deze twee werken? Het gaat over dat je dus een andere staat van zijn kan ontwikkelen of krijgen door bijvoorbeeld bepaalde planten. En dit is een cannabisplant toevallig. Dat wordt heel erg negatief, ja, eigenlijk wel in het nieuws of benaderd. Maar het heeft heel veel heel heilzame krachten en heel veel, ja, er zit een heel sterk stigma op. Mm-hmm. En zeker ook vanuit de Chinese cultuur trouwens. Ik heb zelf ook veel persoonlijk wel interesse naar medicinale, psychedelische planten. Even naar de kunstenaars. Van de andere kunstenaars. Hebben jullie nog vragen voor Charlene? Ja, nee, het is meer dat ik het heel erg vind ik heel leuk, omdat het zo raakt aan ons werk, omdat we daar te maken hebben met familie, die schoonfamilie van mij is en die uit China komt. En dat ik, of het zijn Chinezen uit Indonesië, maar ik herken zo ontzettend zoveel over de contrasten die je beschrijft. En dat vind ik heel leuk. Ik sta hier met jou, Judith. Leuk dat je er bent. Leuk om jou weer ook te zien. Heel leuk. Hey, maar je bent alleen. Waar is camera die is hier niet? Nee, die wilde eigenlijk in december komen. Toen was de residency voor hem gereserveerd van Belmer. Oh. Ja, dat had me hartstikke leuk geleken. Mijn werk is ook te zien in het Amsterdam Museum. Dus het idee was dat hij daar zou gaan werken en dat ik hem zou filmen. Nou ja, dus dat we echt zijn beeld zou verwerken met mijn beeld. Mm-hmm. Maar door corona is het niet gelukt voor hem om te komen. Helaas. Heel jammer. Ja. Wel een leuk, ik weet niet of jij dat al wist, maar we hebben een iemand uit Parijs, hè, die geïnteresseerd is in de aankoop van dit werk. Toch, Renske? Of één ervan. Leuk. Dus dat is leuk. Heel mooi. Ja. Hey, ook dezelfde vragen voor jou heb ik. Want we zien het boek, we zien dit werk en we zien een film, een video. Hè? Ja. Als we even kijken naar het thema, het overkoepelende thema van deze tentoonstelling, Rooted, Uprooted. Hoe reflecteer jij daarop? Nou, in mijn project gaat het eigenlijk vooral over de roots van mijn zoon. Die heeft een Senegalese vader en zijn vader die woont in New York, is een Senegalese migrant. Mm-hmm. En kan ook niet reizen omdat hij ongedocumenteerd is. Mm. Maar ik wil wel, ik kom zelf al 20 jaar in Senegal en ik vind het echt een heel mooi land, een hele rijke cultuur. Dus ik wil heel graag mijn zoon zijn roots bijbrengen. En toen heb ik bedacht om die reis over land te maken. Dus ik heb een 40 jaar oude Mercedes gekocht. Ja. En ik ben van Amsterdam naar Dakar gereden. En we hebben steeds onderweg gelogeerd bij familie en vrienden, die eigenlijk allemaal Senegalese migranten zijn. En daar hebben we verhalen gedeeld over vaderland, verlangen, de schoonheid van Afrika. Ik wilde ook heel graag de reis over land maken om echt de afstand voelbaar te maken. Het landschap te zien veranderen, het warmer te voelen worden. Dus om het voor hem echt zo voelbaar mogelijk te maken waar Senegal ligt. Want deze reis heb jij een paar jaar geleden? Of, ja. Want jouw zoon was veel jonger toen, hè? Vijf jaar geleden. Ja, hij is nu 11 en tijdens deze reis wordt hij 5. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. En als we dan kijken naar het begrip thuis, hè? Ja. Want je hebt het over Senegal, je komt er vaak. Ja. Voelt dat ik ook voel me daar heel thuis. Ja? Ja. 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 En als je dat vergelijkt met, want je woont in Amsterdam. Ja. Hoe zit daar, er zit uiteraard, denk ik wel, verschil in. Misschien in het thuisgevoel. Ja, best een groot verschil, ja. Ja, kun je dat verklaren? Nou ja, ik denk, ik kom al best wel lang in Senegal. En ik heb daar gewoon ook mooie herinneringen liggen. En ik heb daar vrienden die ik ook al heel lang ken. En ik ken het land en ik ken de cultuur. Ik denk juist thuis voelen hoe lastiger te beschrijven, hoe dieper het gevoel misschien wel is. Ja. Ik weet wel dat ik eigenlijk voor het eerst daar kwam en dat ik eigenlijk meteen
me thuis voelde. Dus dat, wat dat dan precies is, weet ik niet. Ik kan van allerlei dingen noemen, van dat de mensen aardig zijn en dat het warm is en dat het licht mooi is en dat het heel kleurrijk is. Maar dat geldt misschien ook voor andere landen. Het is echt gewoon een heel diep gevoel waardoor ik me daar thuis voel. Ja, precies. Ja. Hey, en jouw reis heb je dus gevat in een boek ook? Ja. En in een film, hè? Want, ja. Want in het Amsterdam Museum, in Refresh Amsterdam, is ook een hele film te zien. Is dat deze film? Of? Nee, dit is weer een andere film. Ja, we zijn 2,5 maand onderweg geweest, dus ik heb echt heel veel materiaal. Okay. En in het Amsterdam Museum heb ik 1 groot scherm en 5 kleinere schermen die ik eigenlijk thematisch heb ingedeeld. Ja. En voor deze video heb ik echt gekozen om de beelden te kiezen waar mijn zoon zich echt verhoudt tot de wereld. En heb ik een tekst mee laten lopen en dat is een kinderboek wat is geschreven door de eerste president van Senegal, Senghor. Oh. En dat is ook een Pan-Afrikanist, dus die houdt heel erg, het gaat heel erg over dat je trots bent op je Afrikaanse roots. Dus dat vind ik heel mooi om dat mijn zoon ook bij te brengen. En het gaat over een haas die reist eerst door het dierenrijk en daarna het mensenrijk en allerlei ontmoetingen heeft die allemaal levenslessen zijn. Dus het is een hele mooie extra laag voor mijn zoon die overleeft of leert te leven in 2 verschillende werelden. En dat boek is oorspronkelijk geschreven in het Frans, terwijl eigenlijk de meeste Senegalezen mensen spreken Wolof. Ja. Maar het boek is nooit vertaald in het Wolof, dus ik heb nu Camara Gay, van wie ook werk is te zien, die heeft het eerste hoofdstuk vertaald. Mm. De vader van mijn zoon woont in New York, spreekt ook Engels. Dus het wordt en in het Engels, en in het Wolof, en in het Frans voorgelezen. En gedeeltelijk ook Nederlands ondertiteld. Wow. Dus het gaat ook echt over die verschillende werelden, de verschillende talen. Een stukje erfgoed eigenlijk. Een stuk erfgoed, ja. Hoe is het voor jouw zoon geweest? Daar ben ik ook echt nieuwsgierig naar. Ja, ik heb het gebracht als 1 groot avontuur. En hij vond het ook echt heel erg leuk. En die auto, en dat we daar af en toe in sliepen. En dat hij erop kon klimmen. En dan in de woestijn. Dat was voor hem eigenlijk een grote zandbak. En ontmoeting met familie, wat eigenlijk heel erg leuk was, waar hij echt als een prins werd ontvangen. Dus dat was echt mooi. Ja, was echt een mooie ervaring om mee hem. Te geven. Ja, zeker. Ja, precies. Nou ja, ik ken Camara's werk ook al 20 jaar en ik vind zijn werk heel erg mooi. Eigenlijk van het begin af aan dat ik het zag en hem ook leerde kennen, had ik zoiets van ik wil een keer met hem samenwerken. Mm-hmm. Het was de bedoeling dat hij zou komen. Niet gelukt door corona, maar nu heb ik hem gevraagd om met het geven van reizen en het gegeven van Luc de Haas en ontmoetingen met verschillende mensen, om daarmee nieuw werk te maken. Luc, dat is eigenlijk de vertaling in het Wolof voor haas. Ja. Dus en hij heeft dan ontmoetingen met dieren en die hebben allemaal ook de Wolof naam voor het dier. Dus bijvoorbeeld leeuw is Gaïndé in het Wolof, dus het oom Gaïndé de leeuw. Mm-hmm. En eigenlijk iedere ontmoeting is een levensles. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk fabels. En dat wordt in de Senegalese cultuur wordt dat heel veel gebruikt. Ze zeggen niet van jij mag dat niet doen, maar ze gaan dan een verhaal vertellen over dieren. Ja. Waaruit je eigenlijk zelf je conclusie kan trekken van oh ja, misschien ben ik wel dat dier en misschien moet ik me eigenlijk anders gedragen. Oh, dus het zijn echt hele mooie verhalen. Het is heel grappig en het gaat eigenlijk over Luc, die is heel slim. Dus het eerste hoofdstuk gaat erover dat Luc het slimste dier is. Het jongste dier is ook het slimste dier. Dus het is eigenlijk ook een ode aan het kind en de belevingswereld van een kind. Mooi. Dus het is heel, heel gelaagd werk is het. Mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ja. Wat is je vraag? Op welke gronden heb jij gekozen om in de Mercedes? Ik ga de vraag even herhalen. Op welke gronden heb jij gekozen voor de Mercedes om deze reis te maken? Ja, dat is omdat ik, even kijken, ik denk al wel 10 jaar geleden heb ik een keer moest ik een tussenstop maken in Marokko, noodgedwongen. En daar heb ik toen een Franse vrouw ontmoet en die vertelde dat zij altijd met de Mercedes, of altijd, zij doet meerdere keren per jaar, maakte ze die reis tot Mauritanië. En zij zeiden van, als je je auto wilt verkopen, die is heel geliefd en mensen kennen die auto, dus overal zijn onderdelen te vinden, je kunt hem laten repareren. Dus voor mij is het echt een hele praktische overweging geweest om die auto te kopen. Het is ook een hele sterke auto, het heeft helemaal niks te maken met een statussymbool. Dat denken mensen ook wel eens van, je wilde in een Mercedes daar naartoe, maar dat was helemaal niet. Het was echt gewoon, het is daar een hele gewilde auto, ik heb mijn auto daar ook verkocht. En eigenlijk sinds ik in Marokko reed, was ook echt zo, om de dag zo'n beetje, dat mensen vroegen van, is die auto te koop? Ik zeg van, nee, ik rijd tot Dakar. En daar ben ik hem eigenlijk ook meteen kwijtgeraakt. En het is een hele sterke auto, we zijn dwars door de woestijn gereden, 6000 kilometer. En
geen enkel mankement. Het is wel al echt 20 jaar dat ik in Senegal kom. En dat ik wel ook ieder jaar ben ik er wel een paar weken tot een paar maanden. En ik heb heel lang onderzoek gedaan naar Senegalese migranten. En die vertelden altijd van ik sta met één been in Europa en met één been in Afrika. En dat voel ik ook wel zo. Ik voel me er echt heel erg thuis en we komen er vaak. En ik heb heel veel Senegalese vrienden. Bijna iedere dag spreek ik wel iemand uit Senegal. Ik heb nu natuurlijk een Senegalese schoonfamilie. Dus ja, het contact met Senegal is wel echt... ik voel echt een diepe verbondenheid. Ja. Ik vind het ook heel erg dat we daar niet naartoe kunnen. Nee, nu. Want hoe ga je dat... Even als laatste vraag, hoe zie je dat in de toekomst voor je? Ja, ik zou het liefst de helft van het jaar in de winter daar wonen en in de zomer hier. Ja, ja, dus ik, zo snel als de grenzen open gaan, dan ga ik wel weer die kant op. Ja, precies. Ja. En de tentoonstelling Refresh Amsterdam, dat is tot en met 25 juli, hè? Tot dus met mensen 25 kunnen juli. Daar ook... Ja. 25 juli, ja, precies. Ja. Oké, nou, superleuk. Leuk je gesproken zo gehoord te hebben. Ja. Ja. Ik sta hier met Maya Bollier. Spreek ik je naam zo goed uit of is het Bollier? Bollier. Bollier? Ja. Echt Frans, Bollier. Het mag, Bollier. Als ik fancy wil zijn, kan dat ook. Kan dat ook. Leuk Maya, leuk dat je er bent. We staan hier bij jouw werk. Jij bent ook een van de deelnemende kunstenaars, hè? Rooted, Uprooted. Ik heb dat beeld trouwens gebruikt in de ter promotie van de tentoonstelling. Ja. Dus dat heb je waarschijnlijk wel veel zien terugkomen. Hoe reflecteer jij op... het thema Rooted, Uprooted? Nou, ik ben in mijn leven ben ik heel veel verhuisd. Mm-hmm. Eerst van Nederland naar Australië en dan in Australië nog 10 keer en dan weer terug naar Nederland. En sindsdien, dus ik heb nooit echt mijn roots echt kunnen schieten. Mm. Dus ondertussen ben ik hier al lang, 17 jaar bijna. Maar dan weet ik nog steeds niet of ik echt hier thuis... Dat voelt voor jou ook zo? Ja, ja. Mijn werk dat daarin staat, die heb ik gemaakt toen ik weer in Australië ging wonen, een half jaar. En toen besefte ik het echt dat dat ook niet meer mijn land was. Dus daar gaat dat werk een beetje over. En nu heb ik ondertussen wel... Ik begin een beetje te settelen, maar ook weer niet, ja. Oké, want jouw roots, jij komt oorspronkelijk uit Australië? Of? Mijn moeder is tweede generatie Australiër. Mm-hmm. En mijn vader is Nederlands. Dus ik heb 2 paspoorten, maar ik voel me eigenlijk bij beide landen, ik voel me niet echt Nederlands, ik voel me ook niet meer Australisch. Dus ik zit altijd ergens tussenin. Wat mis je dan precies? Ja, dat is best wel moeilijk te zeggen. Ja, vooral het natuur eigenlijk. Maar het is meer een gevoel dat niet echt te beschrijven is. Mm-hmm. En dus toen ben ik was benieuwd hoe andere mensen die hier ook best wel lang zijn, dat ervaren. Dus ik heb 7 mensen van verschillende achtergronden geïnterviewd. Mm-hmm. Over hoe, ja, eerst zou het over heimwee gaan, maar eigenlijk is het over veel meer geworden. Ja. Dus dat is hier te zien in deze 2 films? Ja, het zijn 2 delen. Eentje is Heimwee en de andere is Where are you from? Because where are you from is not always an easy question to answer. En je hebt dus mensen in Nederland dus geïnterviewd? Of? Mm-hmm. Ja. Ja, sommige mensen waren hier kort en ik heb 3 mensen geïnterviewd die ook hier heel lang zijn. Dus allemaal verschillende leeftijden en verschillende ervaringen. En eerst vond ik het super moeilijk om... in hun verhalen te knippen en plakken, want het waren niet... Dat vind ik makkelijk om mijn eigen verhaal te vertellen, maar dit was verhalen van andere mensen. En uiteindelijk heb ik helaas heel veel moeten weghalen, want ik kan hier de hele dag naar kijken. Maar ik heb gekozen meer voor gevoel in plaats van fact. Zo dingen waar... that could relate to all of us. Mm-hmm. En ik ben best wel blij met hoe het geworden is. En nog niemand heeft het gezien. Maar ze komen volgende week een paar komen kijken die ik geïnterviewd heb. Ja. Ja. Hey, want dit is fotografisch werk, of niet? Of wat is dit voor werk? Collage. Ja, dat is mijn... ik vind het altijd moeilijk om over mijn collages te praten, want dit is eigenlijk heel erg intuïtief en dan gebeurt gewoon iets. Maar als je iets heel lang laat, dan vergroeit de herinnering of dan wordt het vager. En net als je iets laat, dat de natuur het overneemt. Dus ik denk dat ik... ja, dat gevoel een beetje hierbij krijg. Dat het meer organisch groeit. Ja,
Ja, in Australië groeien dingen nogal kapot. Maar in Nederland zijn ze constant alles opnieuw aan het bouwen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Ja, precies. Dat is iets wat ik mis uit Australië. Ja, ja. Oké. Dankjewel. We gaan even verder naar de kunstenaars. Hebben jullie nog vragen voor Maya? Als het gaat over uprooted of waar je. Heb je er een paar voorbeelden van? Gevoelens gaan monteren, zeg maar. Gevoelens. De gevoelens gaat Maya nu beschrijven, ja. Ik had een hele mooie interview met Monika. Monika is een Poolse vrouw. En zij kwam hier voordat er heel veel Polen hier waren. En ik heb heel lang met haar gezeten. En ze zei, niemand kent mij echt. En niet vanaf het begin, zeg maar. Dus ze kennen je als volwassen vrouw en hoe je nu bent. Maar niemand kent je vanaf het begin. En dat is iets waar ik echt heel erg mee relateer. Oké. Dankjewel, Maya. So I'm standing here with you, Wes, in front of your work. Thanks. And there's a lot to see. Yeah. But let's start. That's me. That's you. Let's start with the theme uprooted. What does it mean for you? How do you reflect on the theme? Two part. I would say that this part here with the work, the Panama, is the transition of going to America. Mm-hmm. So my grandmother, or made three part, Jamaicans who then moved to Panama, and then from Panama to California, San Francisco, where my grandmother went to. Mm-hmm. Me having a nice upbringing in California through an immigrant experience, already twice, maybe before that, not obviously through the chattel slavery part, but yeah. Yeah. And then me coming here to the Netherlands and how that is also rooted, uprooted, and what my experience is and how my experience contributes to this lineage of my family. Yeah. So that's why you see the carnation. Joyce is my grandmother's her name, mm-hmm. So that's what that is. Yeah. I also like the narrative of how I work and with constructive language. This is just my way of working and how it's come to be with the people who've made me. So who have made me me. Yeah, yeah. And what's your story then? Because you moved to the Netherlands. Kids. So my boys brought me here. Yeah. So my sons, and then I think opportunity for them. Mm-hmm. And opportunity to grow the family in the right way, mm-hmm. just as I think most immigrant families or uprooted families do. So it's just the kind of the usual narrative of searching for opportunity or growth for your family. Yeah. And does living here feel like home to you? Or what does now, it mean to now? Yes, but it's home with some need for revision. We spoke about it the other day. Yeah. I was becoming a very right-wing, predominantly, white country, which is there's nothing wrong with the race of it, but more of the politics of it. Mm-hmm. Where I was becoming right-wing, and it's becoming a bit xenophobic, and that's kind of where I think it needs a lot of revision. But here, being in the Bijlmer, I love the Bijlmer. This is yeah. Yeah, it's comfortable. Yeah, because you told me earlier that this work was also born. During your residency here in Bijlmer. This actual piece was born, and then I finished it at my studio. But all of this through a conversation with Renske. I have two other ones which I'll show at another time. I'm just curious, what is this exactly? That's secret sand. Secret sand. I mean, I know where it's from. It's a certain type of sand that I think really contrasts very well with most of the media that I show because of the darkness of it, and has a much different feel than just tan sand. It has a much different impact. Mm-hmm. But it's really the social relevance of it is the soil. A lot of culture comes from the soil. So if you're walking around the Bijlmer, you're walking through the port and you hear them dudes talking. I mean, it took like a bunch of videos. There's little girls singing on the boombox. Yeah. That's the soil. Yeah. The guys handing out the flyers from the Bible bus, that's the soil. Okay. Do you have any questions, artist, for Wes? Be easy with me. I'm curious to this Bijlmer thing. Can you explain a little bit what makes it feel good for you? Like what kind of elements, what kind of things are... The fact that it feels familiar. I remember when I first moved here, a lot of people were like, the Bijlmer? Why do you want to go to Bijlmer? They had this stigma, but then I understood that the stigma came because it was kind of like maybe more dangerous.
or maybe that's what like the projects are. We call them the projects in the US. But, you know, like this heavy social housing blocks, whatever. But for me, it reminds me of East Oakland. It reminds me of Bed-Stuy, Brooklyn. It reminds me of Old Fort Greene, Brooklyn. It reminds me of Eastside Long Beach or certain areas in Los Angeles or a connection to Johannesburg. It's a brown space in a very white city. So with this, you can find your ingredients. Hey, je ziet er. Leuk dat je er bent. Hi. We staan hier voor jouw werk. Hè? Yes. Ik zie een hele, eigenlijk meer dan wat ik in het Amsterdam Museum heb gezien, maar daar gaan we zo even over praten. Mm-hmm. We staan hier in Rooted Uprooted, CBK Zuidoost, in Amsterdam Zuidoost. Vertel eens, hoe reflecteer jij op dit thema? Eigenlijk gaan al mijn werken enigszins over mijn roots. En mijn roots liggen in Suriname. Vertel eens wat meer, want je Suriname is natuurlijk heel erg gemixt, heel divers. Klopt. Welke hoek moet ik dan zoeken? In mijn werk komt voornamelijk het Afro-Surinaamse gedeelte terug van mijn roots. Want ik heb ook verschillende Surinaamse roots. Ook. Ja. En om te linken met het uprooted, ik ben zelf in Nederland geboren. Oké, okay. Dus, ja, precies. En als we gaan kijken naar jouw werken, wat zien we hier? Zeg maar, dit is mijn installatie, Gitori heet het. En het is eigenlijk een decolonial statement piece. Mm-hmm. Ik bekritiseer met deze installatie het Nederlandse koloniale educatiesysteem van vroeger, wat ze hadden in Suriname, de voormalige kolonie van Nederland. Ja. En maar te beginnen met de twee dingen die het echt uitspringen. Mm-hmm. De linker is een geketende torso, een torso met geketende handen op de rug, als een verwijzing naar Katibo, de slavernij. Vandaar ook de zwarte lijst. En rechts is een beeld dat bijna iedereen wel heel cliché denkt, bij nadenkt als ze over Nederland, als ze aan Nederland denken, het zijn de wazige tulpen als reference en symbool voor Nederland. Mm-hmm. En wat ik net zei, ik bekritiseer met deze installatie het Nederlands educatiesysteem in de kolonie Suriname. Want vroeger werd het Nederlands als de voertaal gebruikt. En het is zo'n tongel, zeg maar, bijna de taal die iedereen spreekt in Suriname werd gezien als inferieur. Ja. En daar verwijst zeg maar de begeleidende video naar, als wel de prins en hetgeen wat te zien is in de vitrine, zeg maar. Ja. Ik wil hier even wat vragen over stellen, want je had het over de Katobi? Katibo. Katibo slavernij. Sorry. Ja, Katibo. Kan je dat meer uitleggen? Wat het precies is? Nederland had een hele grote rol in de transatlantische slavernij natuurlijk. En tijdens de transatlantische slavernij is het Sanantongo zich eigenlijk als Creoolse taal gevormd in Suriname. Ja. En ik vond het ook wel mooi om zeg maar indirect of direct er ook nog naar te linken. Ja. Naar waar het Sanantongo vandaan komt en wat Nederland ermee te maken heeft. En dat ook weer linkt naar mijn rooted uprooted natuurlijk. Want ik ben in Nederland geboren, maar ik heb Surinaamse roots en vandaar. Zo zitten zeg maar alle puzzelstukjes een beetje in elkaar. En praat je ook Sanantongo? Ik kan ook Sanantongo praten. Oh. Ja, want het is ook heel veel met metaforen ook. Ja, precies. Er zit heel veel metaforen en in de taal. Ik heb ook zeg maar, ik weet niet of je daar al heen wilt, maar in de vitrine zelf heb ik ook in de Sanantongo staan. Op zeg maar de dingen die te zien zijn in de vitrine, die zijn vroeger ook gebruikt in het Nederlandse educatiesysteem om te leren lezen, schrijven en spellen. Ja. Ik zie ook aapnootmies. Precies. Heel bekend. Ik moest gelijk daaraan denken toen ik dacht aan het Nederlands leren. Ook al heb ik daar zelf niet les mee gekregen. Maar dit is een dicteerdoosje. Deze twee onderdelen is het doosje waar de letters in zitten. Mm-hmm. En de deksel van de doos werd gebruikt om het dicté op te spellen. Dat zie je ook in een begeleidende video. En ik spel in de video. En wat je ook hier te zien is in het Sanantongo staat er: ik praat Surinaams, ik lees Surinaams, ik hou van Surinaams. En dan heb ik het zelf met mijn eigen initialen ondertekend, als het ware. Ja. En de deksel van het doosje kan je ook zien als een plankje. En dat plankje is gespijkerd op twee donkere hoofden. Mm-hmm. Als symbool, als een beetje metafoor dat het Nederlands er letterlijk in is geramd. Waar je het ook naar kan refereren is naar afro-spiritualiteit. Want in het binnenland van Suriname is er een ritueel waarbij mensen in het binnenland wonen. Bij een winti, dat is de Afro-Surinaamse religie, bij een ritueel. Ja. En dan smeren ze zich in met pimbadotti, dat is dat witte. Mm-hmm. Dus het is niet dat ze whiteface of iets dergelijks nadoen. Het is poeder, hè? Het is een soort, inderdaad, China clay noemen ze dat in het Engels. Ja. Chinese soort, ja, inderdaad. Kleiachtige substantie. En daarmee smeren ze zich in, want dan stoot je al het evil van jezelf af. Ja. En dan lopen twee mannen of twee personen met de plank op hun hoofden
als soort zijn ritueel. Dus het is ook een reference naar Winti, afro-spiritualiteit, wat ook wel vaker terugkomt in mijn werken. En wat ook heel erg eigen is aan Suriname en waar men ook Sanlantongo praat tijdens al die rituelen en dergelijke Winti practices. Mooi. Hey, en je hebt je roots natuurlijk, maar wat is thuis voor jou? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan me eigenlijk bijna overal wel thuis voelen over heel de wereld. Ik heb veel gereisd, maar het is niet per se dat ik me meer thuis voel ergens. Maar toch, als ik in Suriname ben, dan voelt het wel echt alsof ik thuis kom. Dus dat dan weer wel. En wat maakt het? Dat je daar gewoon het gevoel, de geur, het weer, de mensen. Ja, dus, ja, precies. Oké. Okay. Hey, en het werk wat in het Amsterdam Museum staat, want dat heb ik gezien ook, dat is een totaal ander werk. Ja. Het zijn beide nieuwe werken overigens. Ja. Alleen, dit werk is meer echt een statement piece. En het werk wat in het Amsterdam Museum te zien is voor Refresh, dat is Winti Narutu, dus Winti is Roots. En dat is zeg maar een short film die je kan zien in een film. Is eigenlijk een filminstallatie met een short film erin. En dat gaat heel erg over Winti, over de Surinaamse afro-religie en spiritualiteit. In het Amsterdam Museum ben ik zelf niet te zien, maar hier heb ik mezelf wel. Hier ben ik in Koningin Juliana Toren, een Nederlands pretpark, ben ik hier. Het is misschien een beetje cliché, maar ik ben hier geketend zelf ook als klein kind. En toen heb ik natuurlijk ook leren lezen en dergelijke. Ja. En Gitorie betekent in het Sanlang een verhaal vertellen, een verhaal geven, letterlijk. Ja. Maar het betekent ook iemand de mond snoeren. Dus dat is ook weer een link naar het Sanlangtongo en de slavernij. Is het nu zo dat het educatiesysteem in Suriname bijvoorbeeld, wordt er nu nog op zeg maar dezelfde manier nog lessen gegeven? Ja, Nederland is nog steeds de voertaal en de officiële taal. Ja. Dus als we het over decolonial practices hebben, dan moet het nog wel even doorgaan. Ja, precies. Nou, dankjewel voor je verhaal. Oké, ik sta hier met Bart en Michiel. Bart Deus. Ja. En Michiel Voet. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Jullie gaan iets vertellen over jullie werk, wat we hier allemaal zien. Hoe was het om hier aan mee te doen, als eerste vraag? Rooted, uprooted. Nou, erg prettig, maar eigenlijk ben ik vooral super blij met wat er nu gebeurt. Omdat ik nu stap in de verhalen die hier bij elkaar komen in deze ruimte. En ik kom net uit een project. Ik ben samen met Nitalim, artistiek leider van Don't Hit Mama, danstheatergroep. En we hebben een performance gemaakt die heette Asian Celebration. Mm-hmm. En daarin zijn allemaal verhalen van mensen met Aziatische roots bij elkaar gebracht. En ik stond er ook zelf in als verteller. En eigenlijk ben ik die verteller die hier ook dingen heeft opgeschreven. En ik heb research gedaan over al die verhalen van dansers waarmee we werken. Mm-hmm. En Family Portraits, waar we hier een stukje van zien, van het project van Michiel en mij. Zij is een portrettenreeks over de biologische familie van dansers van ons. Mm-hmm. En dat heeft ook weer die performance geïnspireerd. Dus de verhalen die we hebben onderzocht, die zijn in die performance gebruikt. En wat mij nu heel erg raakt, is als wij nu dit doen en we delen elkaars verhalen, dat precies hetzelfde is wat in de Performance Asian Celebration ook is gebeurd. We hebben de verhalen gedeeld van verschillende mensen met verschillende roots verhalen. Ja. En die blijken bij elkaar een verhaal te worden. Dus de dingen die ik hier hoor, die raken mij, want die gaan ook over mij. Nou, en dat is misschien heel letterlijk, van ik heb als jochie in de schoolbanken gezeten in Paramaribo, dus dat helpt. Maar ik voel me ook geraakt door het verhaal over Senegal. Maar ik voel me heel geraakt door het verhaal over hoe zit je tussen twee culturen en wat is dat dan? Precies. Want ik draag het heel letterlijk mee omdat ik in de voormalige kolonie heb gewoond. Maar Michiel draagt het op een andere manier ook weer mee. En hij heeft er ook mee te maken, want het is ook zijn verhaal, want het is het verhaal van Nederland. En hoe draag jij het dan mee, om daar even terug te komen? Wat ik boeiend vind, is dat ik heb lang ook dat herkend van je bent als kind, word je heel erg gevormd, hè, in die vroege jaren. En dan leef je heel onwetend, maar gewoon gelukkig en happy in Nederlands Nieuw-Guinea, toen dat nog zo heette. En daarna in Suriname, want mijn ouders, die kwamen terug in Nederland. Die hadden zoiets van, moeten we hier? Wegwezen weer. Mm-hmm. En pas op mijn 7e kom ik terug in Nederland. Dus ik heb eigenlijk tot en met nu, kan ik wel zeggen, altijd wel geknokt met van, waar hoor ik nou en hoe werkt dat in mij? Yeah. Maar door dit soort projecten te doen en door het er met elkaar over te hebben, ben ik gaan beseffen dat mijn thuisgevoel is een hinkstapsprong over al die steentjes waarlangs ik ben gewandeld. Nieuw-Guinea, wat nu hoort bij Indonesië, en ook nog over Suriname, en dat ik daar in mijn werk ook nog over door wil, want dat is mijn weggetje terug naar de kleine Bart, zeg maar. Ja, precies. Ja.
Dan komt de cirkel, wordt dan weer helemaal rond. Ja. Ja. Mijn opa, die zit daar als een witte, in wit kostuum, kolonialistisch, op een tenniscourt. En hij heeft mij dat altijd beschreven als het paradijs. Mm-hmm. Als klein jongetje vond ik dat een goed verhaal. Ja. Ja. De geschiedenis moeten we afpellen en begrijpen wat er gebeurd is. Dat is natuurlijk evident. Dus dit project heeft mij als een soort van rare meezwemmer gebracht in een positie dat ik ook weer naar mijn eigen roots ben gaan kijken. Waarvan ik dacht dat die gewoon in Amsterdam ligt, maar dat is helemaal niet waar. Wat mooi dat dit project dat jou heeft gebracht. Ja, ook. Dat is een heel bijzonder project. Ja, precies. Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja, ja. Eugenie, we staan hier met jou als laatste kunstenaar van Rooted Uprooted. We hebben de overige kunstenaars gehad. Laat ik eerst beginnen. We staan hier bij jouw werk. Jij gaat trouwens zo meteen een performance doen, hè? Ja. Dus daarom ben je ook, zie je er ook zo uit. Mm-hmm. Vertel eventjes over jouw werk. Waar staan we bij? Wat zien we hier? Nou, mijn werk gaat voornamelijk over Curaçao en de relatie van Curaçao met Nederland toe. Mm-hmm. En dit werk is van een nieuwe serie dat ik heb gestart. Die heet Through My Father's Lens. En daar ga ik, doe ik research naar foto's die mijn vader heeft gemaakt van mij toen ik klein was. En een beetje vanuit het idee van wat is fotografie, hoe ik teruggerelateerd nu met wat ik op die foto ziet. Dus een beetje over nostalgie en memories en zo. Mm-hmm. En dat in een nieuwe context zetten vanuit een kunstenaarsperspectief. Of ik nu als een kunstenaar. Ja. Want als we even dat, wat je nu vertelt, vertalen naar het thema Rooted Uprooted, hè? Hoe reflecteer jij daarop? Ja, mijn werk gaat in principe gewoon over de relatie tussen Nederland en Curaçao. En toen ik hier naartoe ben gekomen om kunst te studeren, er waren veel redenen waarom ik vond van, weet je, kunst is de best manier, zeg maar, om deze research te doen van wie ben ik, wat is mijn geschiedenis, wat zijn de dingen waar ik dagelijks tegenkom, zeg maar. En dit werk is gedeelte daarvan. Omdat als klein kind, nou ja, ik ben geboren met de camera af mij. Mijn vader hield van fotografie. Dus ik was altijd bewust van mijn rol als iemand die performt. En door mezelf in de ogen van een derde persoon te zien, ging ik heel veel reflecteren. Dus kunst heeft me de ruimte ook wel gegeven, zeg maar, om die reflectie dan visueel te maken en dan de verhalen die daarvanuit ontstaan te delen met andere mensen. En welk verhaal zien we hier dan bijvoorbeeld? Deze werk heet Romanticizing the American Dream. Mm-hmm. In mijn eindwerk, zeg maar, heb ik een thesis gemaakt waarbij ik een soort van diagram heb gemaakt waar vanuit mijn research gaat en ik kwam telkens heel veel dualiteit tegen. En ik ging research doen over de educatiesysteem, de geschiedenis en de gender roles. En dat is de driehoekdiagram die ik heb gemaakt. Mm-hmm. En dit werk, zeg maar, daarom heet het ook Through My Father's Lens, ging ik een beetje research doen naar wat ik begrijp als relatie. Dus als vrouw word je zo opgevoed om te kijken van ja, je moet een man vinden en te trouwen en het liefst een blanke man, dan verbeter je de familie en zo. Dus al die subjects mm-hmm. probeer ik telkens te verwerken, want alles is heel gelaagd en dus moet ik zo in series werken. En dit werk gaat over hoe we romanticize the American dream of being this woman that falls in love and is becomes successful. En het gaat over die relatie steeds. Ja. Dus dit werk research een beetje dat. Ja, precies. Hey, want is het nieuw werk ook wat je hebt? Dit is nieuw werk. Dit ja. is nieuw werk. Want we hebben drie werken van jou ja. hier. Hè? We gaan ja. eventjes hier naar om de hoek. Hey, je had het net over de Curaçaose identiteit. Hè? Ja. En dit is het derde werk hè, wat we zien. Ja, even nog terugkomen, wat is die Curaçaose identiteit? Dat is een belangrijke vraag die je vraagt, want in mijn werk dacht ik van oké, ik moet de Curaçaose identiteit zoveel naar voren mogelijk brengen, mm-hmm. omdat ik vond dat niet bestond. En daarvoor heb ik een soort van archetype gemaakt en dat is Pegasaya. Ik ben nu helemaal vermomd zeg maar in Pegasaya,
Maar Pegasai begon eerst als een soort van fictieve karakter die ik nu tijdens het researchen van archetypes steeds tegenkom van, weet je, archetypes kan gebruikt worden of eigenlijk moet gebruikt worden als soort van manier om culturele en geschiedenis te kunnen analyseren. Mm-hmm. En Pegasaya wil dat precies doen. En Pegasaya is eigenlijk de zoon van Anansi. Mm-hmm. En meestal wanneer je het hebt over de diaspora en het verhalen vanuit West-Afrika en zo, dan hoor je de Anansi, mm-hmm, dat een belangrijke rol speelt, want hij is een trickster. Als je de filosofie en de ideologieën van de westerse cultuur wil begrijpen, dan komen al deze archetypes naar voren, maar waar blijft de archetype van onze mensen? En dat kan je wel terugvinden in Anansi, maar ik vind dat die archetype van Anansi alleen de verhaal vertelt van de survivor en ik wil een nieuwe generatie laten zien. Niet alleen trots heeft binnen zijn eigen cultuur en archetype, maar mm-hmm, ook wel dingen durft te vragen over onszelf. Ja. En in relatie tegenover ook de andere meestal westerse cultuur. Dus dat is Pegasaya. En ik hoop dan ook zeg maar zo van movement te maken. Ja. Met Pegasaya. Dus eigenlijk zou je, als ik het goed heb begrepen, van dat je ook de oude verhalen, de oorspronkelijke verhalen weer terugbrengt. Ja. Met jouw werk. Ja. En daarop voortbedurend de nieuwe verhalen die ontstaan. Ja. Oké. Nog als laatste vraag. Wat is thuis voor jou? Hoe definieer jij thuis? Ja, ik voel me altijd thuis op Curaçao. Mm-hmm. Maar ik voel me ook wel overal thuis. Maar thuis is meestal voor mij gewoon het gevoel waar je jezelf kan uiten zonder het gevoel te krijgen dat de manier waarop je uit niet geaccepteerd of gelimiteerd of it has to be toned down. Yeah. Dus ik hou van loud zijn, ik hou van expressief zijn. Daar ben ik mee opgegroeid en ik hoop dat ook overal te kunnen meenemen. En waar ik dat mag doen, daar is thuis voor mij. Oké. Okay. Nou, dat is denk ik een mooie brug naar jouw performance, maar ik weet niet of er nog vragen zijn. Heeft zij om haar nek hangen? Ja. Dat is een soort van sculptuur fluit die ik heb gemaakt voor een vorige performance. En daarbij maakt zij gewoon geluid voor een performance. Dus dit foto was gemaakt bij een andere performance, vandaar dat ik ook die fluit bij heb. Maar in Curaçaose cultuur heb je de cacho. Dat is meestal zo'n hoorn waar mm-hmm, je geluid van maakt. En dat hoor je in de oogstfeest en zo. En ik wou een nieuwe versie van de cacho maken. En dat is een soort van fluit die eigenlijk gemaakt is van klei die ik heb geleerd tijdens mijn studie in IBB van Artist in Residency. Dus ik heb mijn vorm van fluit gemaakt. Okay, dus de stage is voor jou. Zo raar. Publico presente, miembro nandiurado, pontardi. Mi number ta Pegasaya. Mi ho conocí como Pegasaya Pietera. Mi tata ta Companansi e mi mamma ta Shimaria. Binto bokoto bunto bokoto bunto 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 bokoto bunna bukuna tibina bukuna tibina bukuna tibina bukuna parakobaden parakobe mantele kuni bentele kuni mantele kuni bentele kuni tibina bukuna tibina bukuna. Pubblico presente, miembro nandiurado, pontardi. Mi number ta Pegasaya. Mi ho conocí como Pegasaya Pietera. Mi tata ta Companansi e mi mamma ta Shimaria. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Eugenie. Nou, zoals gezegd is de tentoonstelling Rooted Uprooted nog te zien tot en met 12 juni. Ik hoop dat deze online tour jullie heeft geïnspireerd om naar CBK te komen, om een tijdslot te reserveren, want dat kan nu via de website. We zullen de link ook hieronder vermelden. Dus ik zou zeggen, we hopen jullie te zien. Kom gauw langs en tot ziens. Dankjewel.